video op het YouTube kanaal van Applejack. Mijn naam is Manon en vandaag gaan we het een klein beetje anders doen dan normaal. Je ziet het al aan mijn setting, ik ben niet op stal, ik ben niet in de winkel. Maar ik ga vandaag aan jou laten zien wat ik nou altijd draag als ik op stal ben en het koud is, zoals nu dus in de winter. Dus ben je benieuwd? Blijf zeker kijken! Zoals ik net al zei, ga ik het vandaag ietsje anders doen dan normaal. Ik ga jou laten zien wat ik dus fijn vind om te dragen naar stal als het koud is. En ik heb daar een soort lookbook-achtige video van gemaakt. Dus het is voor mij ook een beetje nieuw. Dus ik hoop dat je het leuk vindt. Dus ja, laat zeker weten of je dit soort video's ook heel leuk vindt. Apollo staat op een stal vlakbij mijn huis. Maar op die stal is geen binnenbak. Zijn stal is natuurlijk wel binnen, maar verder is eigenlijk alles erg buiten. De longeercirkel is buiten, de rijbak is buiten. Dus als het koud is, is het voor mij wel belangrijk om mij goed aan te kleden. Want ja, het is natuurlijk gewoon dan super koud met rijden en zo. We kunnen niet echt dingen binnen doen, ja, op stal, poetsen, dat wel. Maar verder is natuurlijk wel gewoon alles buiten. Er zijn een paar dingetjes die ik sowieso altijd doe. En ten eerste is dat altijd laagjes aan. Want laagjes, heb ik ooit geleerd, is beter dan bijvoorbeeld alleen één hele dikke trui. Want tussen laagjes kleding gaat lucht zitten en die lucht warmt dan op. Waardoor je dus sneller warm krijgt. En ten tweede, als je het dan warm krijgt, als je bijvoorbeeld gaat rijden, dan kan je ook makkelijk iets uitdoen. Want als je alleen één dikke trui aan hebt en die doe je dan uit, dan krijg je natuurlijk super snel weer koud. Dus als je laagjes aan hebt, dan gaat dat minder snel. En wat ik dan meestal draag is gewoon een t-shirt of een hemdje daarover. Een trui of een ja, soort hoodie of zo en dan gewoon lekker een jas. En als het echt koud is, doe ik hemdje, t-shirt, trui, jas. Dan heb ik vaak echt wel 4 lagen aan. De trui die ik de laatste tijd wel echt heel vaak draag op stal, die echt super chill is, dat is deze Ariat Sonar. Dit is een zwarte, hoodie. Nee, het is geen hoodie, er zit geen capuchon aan, maar trui met een halve rits. En het zilver wat je hier ziet, dat is dus reflecterend. En ook hier op de mouwen zitten een soort zilveren, hele lichte stipjes. En dat is ook reflecterend. Dus dat is best wel veilig natuurlijk als je dan in je trui buiten zou rijden of zo. Dan heb je net even wat extra veiligheid. Deze trui is wel bijzonder, want hij is, het is een lichtgewicht materiaal. Maar Ariat staat er ook bekend omdat zijn stoffen heel warm zijn. Het is ook een speciale cold serie, Ariat Tech cold serie. En de stoffen die zijn heel goed in vocht afdrijven. Dus als je zweet, dan kan die heel makkelijk de vocht, dus de nattigheid, weghalen. Waardoor jij dus niet nat blijft onder je kleding. Want als je nat blijft onder je kleding, krijg je het natuurlijk super snel koud. Dus daar staat Ariat wel echt bekend om. De binnenkant is lekker zacht, zoals een vliesstofje. En de buitenkant is een glad stofje. Er zit heel veel stretch in. En hij is ook winddicht. Hij is niet alleen dat hij de vocht afdrijft, waardoor hij warm en droog blijft, maar hij is dus ook winddicht. Dus wat ik al zei, als je laagjes aan hebt en het wordt best wel warm en doet je jas uit, dan is deze nog even goed super fijn om in te rijden, omdat hij dus de wind even goed tegenhoudt. Dus je wordt er niet super koud in. Deze heet de Ariat Sonar. In deze video draag ik een hele speciale rijbroek. Nou ja, heel speciaal. Het was voor mij vrij nieuw. Ik had het eerder nog nooit echt aangehad, maar deze rijbroek, je zou het misschien op eerste instantie niet zeggen, maar die is gemaakt van softshell materiaal. En softshell materiaal staat om meerdere dingen bekend, maar één ervan is dus dat het waterdicht is, het is winddicht, het is super warm. En deze broek is dus helemaal gevoerd met vlies. Nou, dat is echt, je weet niet wat er gebeurt als je hem aandoet. Het is echt warm. En de broek heeft heel veel stretch, dus hij zit even goed nog wel heel lekker. Deze is trouwens gewoon van Applejack zelf. Het enige wat ik nog lastig vond met aantrekken is door de dikke voering. Als je hem dan zo pakt, weet je, bij je knieën stroopt hem zo omhoog. Dan pakte ik soms alleen dan het buitenlaagje, waardoor die niet helemaal gelijk omhoog ging, als je snapt wat ik bedoel. Dus met aantrekken is het even lastig, maar toen ik hem eenmaal aan had, merkte ik wel dat hij echt wel super dik. Dat hij echt wel soepel is. Deze heeft een kunstleren zitvlak. En ja, het is gewoon natuurlijk top dat hij waterafstotend is, winddicht en gewoon lekker warm. Dus dat is natuurlijk ideaal voor op stal als je net als ik alleen een buitenbak hebt. Zoals je in de video kan zien, draag ik op stal graag gewoon van die gewone outdoor laarzen die je wel kent. Ik vind ze altijd super warm. Ze zijn misschien een beetje lomp, maar ze zijn ook droog. Ik moet vaak bij mij best wel door de modder of zo als ik het land in moet. Dus ja, dat vind ik ideaal. En zoals je misschien ook wel kan zien, heb ik ze al heel lang helemaal afgetrapt. Dus ja, dat zie je wel dat ik ze echt vaak draag, dat ik er echt blij mee ben. Vaak als ik op stal kom, dan ga ik altijd eerst alle klusjes doen. Dus ik ga mijn stal uitmesten, het voer klaarzetten, opruimen, alles klaarmaken. En daarna ga ik pas Apollo halen of
Als hij op stal staat, zet ik hem even in de gang of zo. Maar daarna ga ik dus pas Apollo verzorgen. En als ik dan allemaal klusjes doe, vind ik het weer fijn om die outdoor laarzen te dragen. Maar misschien ken je het wel, bij ons op stal is het natuurlijk ook gewoon koud. Er is geen verwarming of zo. Dus als je dan gaat rijden en je doet je rijlaars aan, dan zijn ze vaak mega koud. En dan krijg je echt van die koude voeten en dan moet je gelijk de buitenbak in en dat is koud. En oh, nou dat kan je zeer doen. Dus wat ik vaak doe is, zodra ik allemaal klusjes heb gedaan en ik alleen nog maar Apollo hoef te poetsen en op te zadelen, dan doe ik alvast gelijk mijn rijlaars aan. Dus voordat ik ga poetsen doe ik eerst mijn rijlaars aan. Dan zijn ze wel koud, maar omdat ik ga poetsen loop ik natuurlijk best wel veel. Ik loop om Apollo heen, ik loop van mijn kast naar mijn paard en weer terug met zadels. Daar krijg je natuurlijk ook wel een beetje warm van. En daardoor warmen mijn voeten dus alvast op. Het zal vast geen groundbreaking nieuwe tip zijn, maar voor wie daar nog niet over na had gedacht, geef ik je dat even mee. Ik doe dus altijd mijn rijlaarzen aan, zodra ik voor mijn paard ga zorgen en mijn voeten dus niet meer heel vies worden, omdat ik nog de prut in moet. Zodat mijn voeten alvast een beetje, of mijn laarzen kunnen opwarmen, mijn voeten dus ook weer warm zijn. En zodra ik dus op Apollo stap, ik niet van die extreem koude voeten krijg, omdat mijn laarzen nog zo intens koud zijn. En zoals je misschien ziet, draag ik in deze video mijn Applejack Lou rijlaarzen. In die video heb ik een zwart vetertje erin, maar toevallig dat ik dit nu film, heb ik er een blauw vetertje in. Dus dat is wel heel leuk. En ja, die doe ik dus altijd alvast lekker aan. De jas die ik in deze video draag, dat is de Ariat Volt jas. Ik heb hem hier in mijn handen. En in eerste instantie moest ik hier even aan wennen, want het is echt wel een heel dun jasje. Het is echt, het weegt ook niks. Dus ik dacht, ja, het is best wel koud. Dus ja, ik ging naar stal. Ik heb hem natuurlijk al een paar keer aangehad, ook om me uit te testen en zo. Ja, zodra ik hem dan aanneed, dacht ik even, oh, koud, weet je wel. Het is een dun jasje. Hij is natuurlijk wel gewoon water- en winddicht. Maar ik merkte al gauw zodra ik iets ging doen, nou al is het maar iets kleins, even lopen of in ieder geval dat ik een beetje warm werd, werd de jas dus ook warm en hij bleef ook warm. En dat is echt zo. Dus zodra ik hem aandeed thuis dacht ik even hoe koud, maar zodra ik echt dus ging lopen, ging uitmessen en ik zelf een beetje op temperatuur kwam, bleef deze jas echt warm. En dat is super fijn, want ik heb ook wel echt gewoon een dikke winterjas voor op stal. Maar ik merk toch dat ik gauw deze aandoe, want een dikke winterjas is natuurlijk mega fijn omdat het gelijk warm is. Maar ik weet niet of jullie dat ook herkennen, maar zodra je dan op je paard gaat zitten, dan word je ook echt zo'n top, zo'n Michelin mannetje, omdat die jas natuurlijk dik is en groot. Ik heb zo'n bomberjack, zo'n model, dus dat gaat echt zo plof. En op zich is dat natuurlijk niet heel erg, maar ja, dit zit wel eigenlijk veel lekkerder, omdat het dan gewoon goed om je lichaam zit. Dus ik merk dat ik wel eigenlijk steeds sneller naar dit jasje grijp. En hij is ook, zit best wel veel stretch in. Want hier onder de mouwen en aan de zijkant zit een soort vlies. Wat ook gevoerd is, waardoor je best wel veel stretch hebt. Dus er kan ook echt wel goed een trui er zo onder. En daarnaast heeft deze jas van Ariat hetzelfde als die trui die ik net liet zien. Dus dat hij de vocht goed afdrijft. En daar staat Ariat wel echt bekend om. Dat ze, het is wel een iets duurder merk, I know. Maar daarnaast, of daarvoor heb je dan wel weer echt gewoon goede technische materialen, wat ik zei. Dus een dun licht jasje die wel echt mega warm is, waar je droog in blijft, waar je warm in blijft. En wat ik zelf ook heel fijn vind en waar ik eigenlijk nog nooit had nagedacht, maar pas toen ik erachter kwam nooit meer zonder wil, is dat hij hier van die elastieken heeft. Dus het mouwtje ziet er eigenlijk gewoon uit, maar aan de binnenkant zit nog een elastiekje waardoor er dus geen wind in kan. En dat is echt chill. Nooit over nagedacht dat ik dat nodig had in mijn leven, maar zo zie je maar, hè. Nou, en wat dit jasje zo bijzonder maakt, wat ik al zei, wat ik zelf heb ervaren, dat die super dun is, maar dus echt heel warm, is dat er prima loft isolatie in zit. En prima loft isolatie moest ik even googlen, geef ik toe. Maar dat is dus isolatiemateriaal wat ze dus in kleding gebruiken, wat ook echt voor kleding voor extreme sporten wordt gebruikt. Zoals dat mensen in sneeuwbergen gaan klimmen en zo, dat soort mafkees. Sorry, no offense. Maar als je dat soort dingen doet, dat soort kleding heeft vaak ook van het prima loft isolatie. En dat is dus echt mega warm, is een heel bijzonder stofje. En ik ben er heel erg blij mee. Ik heb dus ooit eens geleerd dat het meeste warmte die je verliest, dus je krijgt het vaak het koudst doordat de warmte uit je hoofd weggaat, zeg maar. Snap je? Je lichaam laat dus heel veel warmte los via je hoofd. En daarom is het dus best wel belangrijk om je hoofd warm te houden. Want nou, dat scheelt dus echt. Dan hou je dus best wel veel warmte vast. En dat is natuurlijk heel simpel opgelost door een muts. En ik heb deze muts op. En die is van het merk Springstar. En het merk Springstar hebben we nieuw bij Applejack.
En die hebben vooral nu dit seizoen heel veel super schattige warme items. Dus sjaals en mutsen, ook een paar zadeldekjes, maar voornamelijk echt dit soort dingen, hoofdbanden. En wat ik zo leuk vind aan deze muts is, behalve natuurlijk het kleurtje en dit grappig stelletje, is dat die dus helemaal is gevoerd van vlies. Oh, dat is zo fijn. En vooral, ik heb vaak wel, als ik heb gereden, ik zet mijn cap af, dan heb ik echt wel nat haar vaak, van het zweten. En dat, als je dan natuurlijk nat haar hebt en het is koud, dan heb ik echt extreem zo koud. Dus dan is dit echt mega fijn, want door die vliesvoering gaat er ook echt geen wind of zo doorheen. Omdat dit is natuurlijk wel gebreid, dus als het geen voering had, voel je wel de wind doorheen, maar hier dus echt niet. En zo'n leuk bolletje erop. En ik had ook dit koolsjaaltje van Springstar, die heeft een beetje dezelfde kleur. Er zit een glittertje in en ook deze is helemaal gevoerd. En dit touwtje zit aan de bovenkant, die kan je dus helemaal aantrekken. Maar ja, ik ga niet helemaal soepel. Waardoor je hem dus helemaal goed om je nek kan doen. En het voordeel van zo'n kolletje is dat je hem op zich met rijden ook om kan houden. Want een gewone losse sjaal kan natuurlijk gevaarlijk zijn, want het kan losraken en loswapperen en in je gezicht belanden of je paard kan ervoor schrikken. Maar zo'n kolletje, dat zit natuurlijk gewoon om je nek en ook door het touwtje zit hij best wel stevig, dus die kan je gewoon lekker omhouden. Dus ja, als je nog op zoek bent naar super chill warme items met zo'n voering, kijk ook eens bij Springstone, ze hebben echt leuke dingetjes. Als ik mijn klusjes doe op stal, dan draag ik vaak natuurlijk handschoenen, want ik krijg ook mega snel koude handen. Maar dan pak ik vaak gewoon een paar oude handschoenen, vlies of maakt niet zoveel uit als ze maar gewoon lekker dik zijn en makkelijk in de wasmachine kunnen. Maar met paardrijden wil ik natuurlijk wel handschoenen die ook een beetje grip hebben. Want als je dan hele gladde handschoenen draagt, dan glijdt u van hetzelfde teugels door je handen en dat is niet chill. Dus ik heb nu deze Applejack winterhandschoenen en de bovenkant is van neopreen. Neopreen is winddicht en lekker warm. En de onderkant heeft dat patroontje, dat is helemaal van siliconen. Dus dat is super fijn anti-slip. Dus dan is de bovenkant gewoon lekker warm, kan geen wind doorheen. En de onderkant is evengoed nog vrij dun, waardoor je wel gewoon nog veel teugelgevoel hebt. Dus dit zijn hele fijne winterhandschoenen. Als het nou echt keihard waait en je wil even goed in de buitenbak rijden, dan zijn we eigenlijk al helemaal aangekleed. Als we even bekijken wat ik net allemaal heb laten zien. Een waterdichte broek, super warme trui met een warme jas. Laarzen zijn al opgewarmd, daar kan je natuurlijk ook gewoon dikke sokken in doen. Je hebt je sjaal om, je dikke handschoenen en je cap op. Maar je zijkant van je hoofd en je oren en zo, dat vangt natuurlijk even goed nog wind. En daar hebben ze dus ook wat op gevonden. En dat zijn deze oorwarmers. En het ziet er een beetje gek uit. Ik moest er ook een beetje aan wennen, zeg ik eerlijk, in mijn cap. Maar het is wel echt heel warm. De binnenkant heeft zo'n nepbondje. En de buitenkant is ook weer dat neopreen. Dus dat is winddicht. Je doet het eigenlijk heel simpel met een klittenbandje aan de zijkant van je cap. En is de zijkant van je hoofd ook beschermd. Zo, hoe simpel kan het zijn? Maar ja, het is wel heel slim. Dus voor wie echt daar last van krijgt, zere oren kan krijgen of zo, dan is het natuurlijk wel echt een goede oplossing. En als het nou echt keihard regent en ik wil even goed met Apollo even wat gaan doen, omdat hij bijvoorbeeld gewoon echt moet lopen, dan heb ik natuurlijk voor Apollo ook een regenjas. En dat is deze leuke zebra uitrijdeken. Uiteraard zijn er natuurlijk ook gewoon andere kleuren uitrijdekens, maar ik vond deze wel heel grappig. Deze uitrijdeken is gewoon hetzelfde materiaal als een wind of een regendeken, dus het is waterdicht. En daardoor is de achterkant van je paard, zeg maar, dus waar de nieren en alle andere belangrijke organen zitten, lekker beschermd. Blijft die lekker droog onder. Dus dat is wel heel fijn als je paard niet helemaal zeiknat wil laten regenen. Of als hij bijvoorbeeld geschoren is en het snel koud heeft. Dan heb je natuurlijk niks aan een vlies uitrijdeken als je in de regen gaat rijden. Dus daarom ook deze waterdichte uitrijdeken is ook ideaal om te gebruiken. En als laatste, dat is echt voor de diehards onder ons. Voor degene die zich echt niet laten kennen en die in elke bui, elke storm gaan rijden. En dat zijn deze Rainlegs. En misschien ken je ze al, misschien ook niet. Maar dit is een soort regenbroek, maar ook weer niet helemaal. Je kan hem zeg maar gewoon om je heen doen. En het voordeel daarvan is, een regenbroek ken je natuurlijk wel, dat is natuurlijk extreem waterdicht. Die rijbroek die ik net liet zien is natuurlijk ook is eerder waterafstotend. Dus als je daar echt keihard regent, op een gegeven moment zal die het ook niet meer houden. Want het is natuurlijk gewoon alsnog een rijbroek. Het is een soepele stof, dus die is niet zo als dit, als een regenbroek.
Nu kan je natuurlijk gewoon een regenbroek over je rijbroek heen trekken. Gewoon die je misschien wel in de kast hebt liggen. Maar het nadeel daarvan is natuurlijk dat een regenbroek een glad stofje heeft. En dat zit natuurlijk niet echt lekker in je zadel. Dan glij je alle kanten op. En een regenbroek is natuurlijk mega warm. Want dat ademt echt niet. Want het is echt 100% waterdicht. Dus als je een hele regenbroek aan hebt, nou geheid dat je zweetbenen krijgt. En dat is ook niet chill. Maar daar hebben ze dus deze Relax voor uitgevonden. Want die zitten dus eigenlijk alleen aan de bovenkant van je benen. Je doet hem zeg maar als een soort schort aan. De bovenste band gaat achter je langs. En de twee beenbanden gaan zeg maar net boven je knie en eentje bij je heup. De band die bij je knie vastgaat, die zit met een klittenbandje vast. En de band die zeg maar onder je heup vastgaat, zit met een clipje. Maar het clipje zit wel echt aan de zijkant bij je dij, zeg maar. Dus je zit er niet op je zadel. Daar is wel over nagedacht. Het voordeel daarvan is natuurlijk dat het water er gewoon van afglijdt. Dat je benen dus niet zeiknat worden. Dat je tot je onderbroek doorweekt van je paard afstapt. Want dat hebben we misschien allemaal wel eens meegemaakt. Ik in ieder geval wel. Dus dat voorkom je met dit ding. Ander voordeel is ook, omdat hij zo op deze manier vastgaat, dat je hem ook te paard om en af zou kunnen doen. Dus als je bijvoorbeeld in één keer wordt overvallen door een regenbui, dat je hem gauw om kan doen als hij klaar ligt. Of dat het in één keer opklaart en je het heel warm krijgt. Kan je hem gauw afdoen, hoef je niet helemaal je paard vooraf. Daarnaast is dit stofje reflecterend. Als je goed kijkt, zie je hier ook een klein glittertje in zitten. Dat is echt het reflectiemateriaal. Dus dat is ook nog eens super veilig als je ermee over straat wil. Dit model Relax, dus die reflecteren, die hebben we nu eigenlijk sinds kort in ons assortiment. Dus dat is echt mega handig, vind ik. En natuurlijk is het ook warm, want dit is natuurlijk 100% waterdicht. Het ademt niet echt, maar omdat de zijkant nog wel een beetje open is, kan er nog wel een beetje verse lucht onderdoor dat het niet extreem heet is. Ja, dus ook echt mega handig van die Relax. Nou, dat is eigenlijk een beetje wat ik dan aantrek als het super koud is en ik alsnog Apollo wil rijden in de buitenbak. Dus ik hoop dat je het leuk vond. Heb jij nog gouden tips? Wat doe jij bijvoorbeeld altijd aan? Of heb jij iets van dat je zegt, oh, dat is echt super handig? Laat het even achter in de comments. Dat is natuurlijk altijd leuk om te lezen. En dan hoop ik dat je het een leuke video vond. Zo ja, doe zeker even een duimpje omhoog. En dan weet ik of je dit soort video's leuk vond. En vergeet je dan ook niet te abonneren op dit kanaal. Dan ben je voor altijd als eerste op de hoogte van wat we uploaden. En dan zie ik je weer de volgende keer. Doei!